Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. We zijn vorige aflevering begonnen aan Mario Sunshine en we hebben het naar ons zin, dus we doen... Ja, precies, een leuke game. En dat betekent ook dat wij gewoon gaan door met dit spel. Alleen moeten we even de timer er weer bij pakken. Ik heb hem erbij gepakt. En we beginnen nu! Sander staat 1 Shine trouwens voor. Ik weet niet hoe hij dat gecheat heeft, maar hij staat er 1 voor. Het was geen cheat. Al waren mijn moves wel zo fucking clean. Dat je zou haast denken dat ik zo'n GameShark code heb ingevoerd. Echt man. In de Switch. Is niet. Ja, in de Switch kan dat niet. Nee. Oh. Shit. Shit, nu heeft hij me door. Ik cheat niet. Kut. Je cheat of je cheat. De meeste mensen denken, shit, hij heeft me door. Hij weet dat ik cheat. Ik be like, nee. Ik vind het juist chill als mensen denken dat ik cheat. Maar moet jij nu het hele ding opnieuw doen? Oh nee, dat was niet zoveel natuurlijk. Nee, het is niet zo moeilijk om... Nou ja. Oh, en gewoon goede wall jumps. Oh, ik moet die hebben. Oké, hier heb ik tijd mee verloren. Nee, hè? Oh, dat weet ik het ook niet. Nou, weet je. Dat boeit me niet. Wat is de volgende level ook alweer? Red coinings. Oh ja, nog wel de leuk of semi-leuke red coins van deze game. Of van dit level. Want level 8, die hoeven we gelukkig niet te doen, is echt een kut red coin star. Oh? Dat wist ik niet eens, joh. Dat die bestond. Bijna alle episode 8 zijn red coins. Behalve Gelato Beach, volgens mij. Oh. Weer wat geleerd. Ik moet gewoon... Ik blame Mario 64 dat ik hier zo lang vast zat. Als in, ik kan gewoon walljumping. Dat kan je, ja. Ja, alleen daar denk ik niet aan. Oh. Ja. Okay. Dat is 3. Ken je dat? 3? Ja. Dat is niet 4. Nou, Sander, ik heb nu al 3 keer op hetzelfde plekje gehad, dus... dat hij gewoon niet sprong. Oh. Gewoon al 3 keer op hetzelfde plekje. Oh, lijkt net alsof daar een soort van bug zit of zo. Als ik op dat moment wil springen. Dat kan niet. Nee, kan dat niet? Nee. Deze omdat game is bug-free. Oké, ik hoor jou later nog. Dan zeg ik net, Sander, deze game is bug-free. Oké, ik neem het nu al terug. Ik ben bang. Ik ben bang voor de toekomst. De verloren toekomst. Over verloren toekomst gesproken. Ik ben dus aan het Masker de Wonderen begonnen. In het Engels dan wel. Op mijn kanaal. Hè. Die is inmiddels als deze aflevering uitkomt ook al een paar afleveringen van online gekomen. Die game is zo goud, hè. Dat is, ja, is echt mijn, is veruit mijn favoriete Professor Layton. Snap ik. Dat is wel echt een mooie game. Gewoon de muziek al. Ik kan hem eigenlijk gewoon aanzetten en dan gewoon 30 minuten muziek luisteren en dan is de aflevering af. Oh, is dat hoe je de game gaat uitspelen? Oké. Unieke manier wel. Meestal zie ik mensen puzzeltjes maken en zo, maar... Letterlijk, ja. Hey. Maar ik niet, hoor. Ik doe het gewoon op de muziek. Hey, jij doet het op je eigen unieke manier en dat vind ik mooi. Dat is waarom de Shine Sprites manier. Shine Sprites? Red coins of windmill village. What am I doing right now? Nothing good in ieder geval. Hoe weet jij dat? Omdat ik... Zit je op mijn scherm te kijken? Ja. Hey, cheatings? Ook dat kan niet, Sander. Shit, je hebt me door. Ik ben niet aan het cheaten. Zie, vorige af. Of nee, dat was deze aflevering over trouwens. Dat was echt 3 minuten geleden of zo. Maar het is wel leuk dat je de tijd zo snel vindt gaan.
Tuurlijk, ik ben toch met Sander. Met Sander gaat de tijd altijd snel. Dat is waar. En wat ze zeggen, dat op het moment dat je het leuk hebt, dat de tijd dan snel gaat. Dus Sander, ja. Ik heb het leuk. Snap ik. Au. Oh, ik zit nu wel echt te kloten. Ik had veel meer voorsprong kunnen pakken, denk ik. Als ik had gewild. Maar je wou niet. Au. Oké, dit was niet mijn fout. Dit was de fout van de guy die me aanviel. Waarom beweegt dit lijntje? Oké, weet je nog wat ik zo net zei over bugs? Yeah, nu al. Ik neem het terug. Ja, het lijntje beweegt. Terwijl ik sta er niet op, gast. Oh, walljumps zijn zo nice. Dat zal je me nog echt vaak horen zeggen. Terwijl, dit is een beetje de van... Kijk, je weet niet wat je mist, totdat je het niet hebt gehad. Yeah. Mm-hmm. Hoe dan? Oké. Die wind guy, die moet even oprotten. Ik ben wel benieuwd hoe jij naar mijn gameplay zal kijken. Niet? Nee. Yeah. Oké, okay, Sander, dat was best wel goed. Hey, hij kwam er ook zo overtuigend uit dat het gewoon heel leuk maakte. Oh, ik hoop echt dat ik deze momenten vind voor of een intro momentje of een TikTok. Het was een inkoppertje. Dat klopt, ja. Oh, 7. Oké. Okay. Wat was die nog andere 1. TikTok momentje nou net? Kut. Ik denk dat het de vorige aflevering was. Dat ik heel blij was dat we deze game aan het spelen waren. En niet een aflevering. Andere Mario game die ik niet ga benoemen. Want die is het benoemen niet eens waard. Spoiler, Mario, het is Mario 64. Ah, kut, heb ik hem toch benoemd. Nee, maar dat is wel kut. Ja. Sander, ik heb de ster van de rode coins heb ik al. Ja, dat dacht ik al. Nee! Wel? Ja, nee, dat was niet om jou. Dat was om mij. Ligt niet aan jou, man. Ik dacht precies hetzelfde. Dit lijntje beweegt nog steeds. Kijk, en zo snel kan Milan dus weer voorstaan, hè? Dat klopt, ja. Zo snel gaan we weer. Maar ja, je zag het ook. Ik hoef maar 1 level te hebben waar ik zit te struggelen. En dan is het alweer... Dit is echt een kut level. Ik zit echt aan te denken om deze even over te slaan tot de volgende keer. Maar... Ja, je moet hem toch doen. Ja, het is waar. Maar... Ik bewaar dit soort levels het liefst tot het laatst. Ja, ik doe hem dus het liefst nu. Oké, laat ik eerst even mijn water bijvullen. Want zit jij al in het volgende level, of... Ik zit nog in de red coins. Ah, oké. Okay. Je hebt weer een voorsprong. Als je ook ziet hoe niet soepel dit gaat, echt, je denkt echt, wat een loser is deze guy. Dat was toevallig Yo. Net... Dat is toevallig net wat Jordi aan het commenten was. Oh. Hallo, Jordi. Welkom terug. Ik denk, die is al lang gestopt, joh, met kijken. Nee, Jordi en Nando zijn echt wel trouwe kijkers van deze serie, hoor. Die zijn juist hartstikke... Die zijn... Oh. Die ja, zijn maar na nou al onze gezeik over Mario 64 ook. Ja, daarom, dat is wat ik ging zeggen, van. Die zijn juist blij dat Mario 64 af is. Ja, dat snap ik. Ben ik ook blij mee, namelijk. Ja, ik denk dat de hele wereld blij is dat die game af is voor ons. Gewoon ook echt de hele wereld, alsof de hele wereld heeft meegekeken. Nou, moet ik wel zeggen dat jouw video's zijn ook wel zo populair dat iedereen dat zou moeten doen. Maar dat wou ik zeggen. Vrees dat dat niet altijd gebeurt, zeg maar. Oh, nee, Mario. Sander, kun je niet even vallen? Tussendoor, hè. Ja. Mocht jij nou die ene vrijdag niet kunnen, hè? Ja. Kom je dan een keer op zaterdag Wie is de Mol kijken? Oh, dat kan ik wel doen. Mm-hmm. Dat is een goede plan.
save and continue, baby. Oh, dan moet ik wel, denk ik, ZL ingedrukt houden. Ah, ja, dat werkte dus niet. Oké, dat was niet slim. Niet handig. Oh, ik heb gewoon op X gedrukt. Vandaar dat het niet werkt. Oké. Oh, wacht. Ik wou de Mario 64 manier gebruiken om te omhoog te jumpen, zeg maar. En dat werkt dus ook niet. Nee. Want dat is de Mario 64 manier. En dit is een goede game. Dus die gebruikt geen cup manier. Never mind, Sander. Die heb ik door. Kom op. Mario, je hoeft alleen maar nog de ster te pakken. Waarom doe je juist nu zo moeilijk? Ik hou voor de bel van je. Meer aan jou ook trouwens, voordat je denkt van, yo, gast, jij houdt wel van Mario, maar niet van mij? Nee, ik niet waar. Van Mario. Oké, okay. Ik zie de shrine in beeld. Ik ga nu wel direct kut leveltje doen. Weet je, ik loop nu toch al achter. Ik kan nu beter denken dat ik heel ver achter loop en dat jij dan later hier heel veel mee struggelt en dat ik dan ineens best wel veel tijd heb. Ik ben wel bijna dood. Ze zeggen wel eens dat het niet helpt als je een level probeert te halen. Ja, maar ik denk dat het een leugen is van de overheid. Mark Rutte being, yo, dat moet. En ik ben like, Mark Rutte, jij bent complot. Ja. P.T. Ryan is striking back, baby. Oh, deze is inderdaad heel kut. Ik denk dat ik nu al mijn woorden moet terugnemen. Je moet wel vaak je woorden terugnemen, heb ik al. Ja, ik snap ook niet hoe dat komt. Ik zie ook niet waarom, maar het is gewoon zo. Weet je, als je zo vaak slimme shit zegt, weet je, mensen zijn daar nog niet voor op voorbereid. Kijk, weet je, bij Einstein zeiden ze ook allemaal dat het een gekkie was. Bij wie? Einstein. Oh. Want die had rare gedachten over hoe de natuurkunde werkte. Maar uiteindelijk zijn we allemaal, geloven we allemaal. Sander, even tussendoor, hè. Je hebt het over inverted controls, maar het zijn toch helemaal geen inverted controls? Jawel, toch? Nee. Ik, hoe heet het? Met lopen of met schieten? Met schieten. Wat? Als ik omhoog wijs, zeg maar, dan... Dan schiet hij ook omhoog. Ik zie niks. Hé? Bij mij is het wel inverted. Oh, nu sta ik op een heuvel. Nog ergens doet hij het sowieso. Huh? Wacht. Nee. Wat? Hé? What the fuck? Wat? Ja, ik... Lijkt nu ook geen inverted controls te hebben. Ik denk dat Jack het is. Maar ik zweer het. Ik zweer het. Ik ben niet gek. Nou ja, dat wel. Maar kut, ik bedoel, als in... Ik heb geen moeite met uninverted controls. Dus ik zou niet weten waarom dat dan de hele tijd fout was gegaan. Nou, bij mij gaat het dus ook elke keer fout. Want elke keer schiet ik eerst naar beneden in plaats van omhoog. Ja, ik ook, maar... Ook waarschijnlijk omdat je gevoel toch zegt dat je inverted moet controlen. Als je nou wat ik bedoel. Hoe deed je dit ook alweer? Ik weet überhaupt niet meer hoe dit leveltje moet. Ha, dat is voor mij weer een kans. Het enige probleem is dat ik weer opnieuw moet beginnen omdat ik game over ben gegaan. Oké, okay. Oh, waarschijnlijk ga ik te hoog. Oké, okay, dus ik moet minder water erin. Oh, zal ik je een tip geven over het schieten van die dingen? Want ik hoor jou, zeggen minder water, maar je moet hem juist helemaal vol laten lopen en dan kan je het beste richten. Oh, oké.
Ik dacht, ik ben maar sociaal en ik zeg het maar. Dat is wel lief. Nou wisten we dat al, dat jij lief was. Dat klopt, ja. Maar hey, I just met you and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Hallo, maybe. Wow, hij doet het ook echt nog. Wat een lieverd. Zo ben ik zo. Ja, dat wisten we ook al. But all the other boys try to change me. Hoe ga ik nu die guy verslaan ook weer? Of moet ik nog steeds met die beesten werken? Nee, die beesten kan je... Hem wakker maken, toch? Ja, dan moet je hem wakker maken. Dat kan je dan verder laten varen, zeg maar. Ja, oké. Hoe ga ik hem nu? Ik verbaas me echt hoeveel ik vergeten ben. Over de game. Terwijl ja, dit ik heb deze game nu zo vaak gespeeld, recent. Ik hem wel zo goed als uit mijn hoofd weet, zeg maar. Ja, dat snap ik. Dat betekent niet dat ik elk level meteen haal. Nee, maar... Hey, I just met you. Leer dezelfde grap, dat moet je niet doen, Sander. Oh, oké, okay, nee, dan weet ik dat. Wat lief van mezelf, dat ik het toch even zeggen. Echt toch? Ik ben ook zo'n lieverd. Ja, nou, ik wou precies hetzelfde zeggen. We zijn zo'n Siamese tweeling, volgens mij. Een Siamese tweeling? Wacht. Zeg ik iets verkeerd? Weet je wat een Siamese tweeling is? Dat ze aan elkaar gegroeid zijn. Ja. Ja. Weet je hoe op één lijn die wel niet moeten zitten? Die zijn één lijn. Daarom, precies. Zo erg is het bij ons. Waarom? Ik heb echt moeite met deze draad. Oh, niet meer. Oké, okay. Waar is mijn boy? Het is niet eens mijn boy. Ik ga eerlijk met je zijn. In je girl? Nee, ik vind Pita Piranha gewoon niet cool. Ik vond wel vet dat hij Mario Kart Double Dash had. Dat vond ik wel. Zat hij daarin? Als character die kon spelen? Ja. Oh, dat zijn de laatste, samen met King Boo, de laatste twee characters die je unlockt. Ah. Nice. The more you know, zijn er. The more you know. Oké. Okay. Here we go again. Ow. My, how can I receive you? Nee? Sorry, ik was even gefocust. Oh nee, oké, okay, leuk dat je naar me luistert. Nee. Nee, je zei, how can I assist you for Mamma Mia, ja. Here I go again. En jij zei, here I go again. Dus ja, ja dat snap ik. Dat, alleen. Oké, okay, dus je snapt hem, ik grab je dan. Ja, ik was oprecht gewoon eventjes bezig met mijn leven of zo. Jij was DJ Rurk. Rurk. Oh, DJ Rurk? Ik moest echt denken van, wat DJ? Maar, zo bedoel ik. Ja, ik ben een beetje een rare jongen. Dat is toch ook zo'n liedje? Rare jongen. Huh? Niet mijn muziek, maar nee. Is het niet kleine jongen? Ja, dat was de jokings. Oh. Oh, nee. Oké, Milan. Oké, Milan. Ik weet dat ik zo net ook niet zo heel aardig was naar jou toe, maar... I did do some grapjes, Sander. I do be living here. Dat is mooi. Dus... En niet het antwoord wat je wil horen als je zoiets nope. zegt, bedenk me net. Maar ik weet weer genoeg. Maar... Ik ben alleen verlegen, gast. Dat weet je toch van me. Ik heb het in de holes, ja. Jezus. In de holes. Oh. Wat een uitspraak. Dat zeggen wij thuis heel vaak, hoor. Ik kom er zojuist achter hoe dom de uitspraak in de gaten is. Ja. In de holes.
Als jij dat nooit had gezegd, dan had ik gewoon in de gaten een logische uitdrukking gevonden. Ja, nu zit ik echt te denken, what the fuck? What the fuck, waarom? Waarom in de holes, man? Waarom in de holes? Wee! Oh, dat was niet de juiste kant. Ik wil niet geraakt worden. Niet? Oh. Pieuw. Fuck. Ik vind het oprecht lastig. Om hem wakker te maken ook. Wee. Ah, nee, niet alweer. Niet. Oké, ik moet iets meer. Niet zo ver, maar. Ah, fuck. Ik zei iets. Niet heel veel. Jij zei heel veel? Nee, ik zei iets. Oké, misschien vanaf deze kant. Ik heb dan wel kan. Oh, dan zit dat hekje ervoor. Oké, je moet per se vanaf die kant dus. Oké. Waarom blijven die beesten ook ontstaan? Ja, die zijn fucking irritant. Die maken dit level ook moeilijk. Ja, ik wil gewoon. Oké. Fuck, veel te hoog. Kut, weer te hoog. Auw. Wacht, heb je hem nog steeds niet van de platform af? Nee, nu inmiddels weer niet, omdat ik dood was gegaan. Oh. Omdat ik krijg zoveel damage van als ik hem van de platform haal, dat ik met een probleem zit dat ik op weinig health zit, zeg maar. Wacht, hoe bedoel je dat precies? Nou, door die waterbeesten krijg ik vet veel damage. En ik heb dus nu bijvoorbeeld 3 levens over. Wat onhandig is, dan heb ik 3 levens als wordt het heel lastig. Extra. Oké. Yo, kan hij een wervel? Ik zit ook een beetje te kutten met dit level, hoor. Welk level doe jij nu dan? Ja, hetzelfde level als jij. Oh, wel. Ja, ik dacht dat je het level niet zou doen. Eerst. Nee, ik zei van, hoe heet het? Oh, dit is echt een kut level. Ik zit er bijna aan te denken om het niet te doen, zeg maar. Oh, bijna. Maar toen ging ik hem wel gewoon doen. I didn't hurt the bijna, waardoor I dacht that you deed hem helemaal niet. Yes, but you don't moet denken, dachten. Okay. Dachting is bad for you. Mamma mia. Ik heb dat liedje nu. Ah, oh, fuck a duck. Wie, Donald? Oh, of Katrien? Kies er een uit, zou ik zeggen. Ja, nee, wie zou jij doen? Marcus zou Quickwick of Quark doen? Oké, nee, ja. Ik zat voor de aflevering en gewoon van, oké, hoe ver kan ik gaan met die grappen? Ik weet nu, heel ver. Mooi. Dat is goed om te weten. Had je het gehoord trouwens? Het wat? Fortnite concert van Marco is gecanceld, hè? Het Fortnite concert? Ja, omdat die, nou ja. Ik snap het niet. Fortnite omdat er kinderen het spelen? Nou, dat is wel... Hij is er nu van nog niet, maar hij wordt er nu wel van verdacht natuurlijk. Dus dan ga je kinderen niet naar het Fortnite concert sturen. Nee, maar even serieus, Sander. Er was geen Fortnite concert gegaan. Nee, het is gewoon de grap. Ik raak nu door mezelf ook in de war. Als in, ik heb dus zo net gezegd dat het inverted controls zijn. Maar dat is helemaal niet. En nu ga ik dus eindelijk inverted controls gebruiken. En nu werkt het niet. Maar ik ben er echt van overtuigd dat in het begin ik dat echt had. Ik weet niet waarom ik anders
niks kan. Hey, eindelijk de tyfus level gehaald. Ja? Ben jij al zo? Ja, alleen ik heb geen tijd meer voor een nieuwe, want over 10 seconden is de tijd op. Oh. Dus we staan, als je het level haalt gelijk, en als je het level niet haalt, sta ik voor. Dan valt maar één ding te doen. Het level halen. Precies. Tijd is erop. Ja, maar ik zit nog erin. Ja, ik heb... Ik haat nu wel dat ik 2 levens heb. Vooral omdat ik hem dus eigenlijk nu wil halen. Ja, dan moet je zo van die mini-piranjaatjes... Geef je die ook coins? Ja, als je ze helemaal vol spuit en ze ontploffen, dan geven ze 3 coins. Oké. Okay. Oh, nu ben ik te druk bezig met die mini-piranja's. Oké. Okay. Ja, kijk, dit is goed. Nu denk ik niet dat ik dood ga met 5 levens op zak. Maar ja, je weet dat niet, hè? Je weet dat niet. Oké, ik werd daar wel bijna geraakt. And I do not like being rocked. Rocked. Don't you like being rocked? Sander, why don't you like being rocked? Nou kijk, vroeger toen ik 8 was, toen heeft Marco... Nee, zo ver kan je niet gaan. Voor de mensen die denken, what the fuck? Wat grab je, G? Nou, dat is ook niet heel netjes. Zo is het zeggen, zeker. Maar het was wel een grabje. Maar je gaat nog zo lang moeten wachten. Dat geeft niks. Jij denkt, met het aanzicht van deze game wil ik haast wachten. Echt hoor, ik ga gewoon genieten van zittende toads. Die er zo cute uitzien. In deze game wel. Hey, ga eens. Hey, ik druk toch op B? Ja, maar in deze game kan je ook zien dat er toads zijn. Bij de andere zijn het gewoon pixels die een beetje lijken op een soort van toad. Ja. Episode 6 is wel leuk. Van deze, weet ik nog. Ik weet dat ik deze toen niet gehaald had. Met een reden, zeg maar. Ik heb toen... Ik kon toen Bowser niet halen omdat ik hier nog niet alle 7 episodes had gecomplete. Oh echt? Ja, dan heb dat je was nog... precies dit level. Dat vind ik echt knap, want dit is nog een van de makkelijkere levels die er gaan komen. Oké. Okay. Oh, nee. Oké. Okay. Hoe vaak heb je hem al gestompt? 1 keer. Ja. Goed ja. Mensen, leuk dat jullie kijken en welkom bij de helft van... we zijn nu op de helft van deze aflevering. Fuck, die tornado's man. Au, ik heb nu 1 helft. Ik moet even zo'n piranha vinden. Zo'n piranha plant. Piranha plant u. Mamma mia. All around me are familiar faces. Krijg je van blauwe coins ook health? Nee. Kut. Oké, nou dan hoef ik die niet te pakken. Miauw, 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 miauw. Nee, miauw. Oh, die ken ik, miauw. Dat is van Pokémans. Pokémon Karaoke Man. Gotta catch 'em all. Staat ook in de top 2000 trouwens, hè. Heel ziek. Ja, dat klopt, ja. Weet je wat ik nog grappiger vind eigenlijk aan het feit dat we nu bij deze game zijn? Dat ik nu nog veel meer zin heb om de volgende aflevering op te nemen, zeg maar, dan normaal. Ja. Als in de volgende keer, zeg maar. Dan denk ik echt van, nice, dat heb ik echt zin. Als in, nu is het leuk. Ja. Fuck, ik wil gewoon even ergens coins. Waar kan ik coins krijgen in deze game? Ja, dan inderdaad van die... Ja, ze hebben expres weinig coins... Ze hebben expres weinig coins gedaan in dat level. Maar je kan ook als je tegen sommige huisjes aanspuit bij ramen, dan zitten er ook wel eens coins in. Maar dat is niet heel veel.
Nee, oké, okay, maar ik moet gewoon even iets hebben. Want ik vind geen piranha plants meer. En ik wil niet dood. Nou, dat is wel een beetje hoe ik me ook wel eens voel. Of? Ja, ik heb het al heel lang niet gevoeld. Omdat ik heb heel lang een game gespeeld. Super Mario 64. En toen zag ik het leven niet meer zo zitten. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar dat is wel een bekend fenomeen hoor, van de game. Dus dat lag niet aan mij. Volgens mij was dat zelfs een unique selling point. Blue Monday is ook eigenlijk gewoon een feestdag voor die game. Alleen, ja, echt. Van die game wil je dood. Dus ja, toen werd het ineens een hele verdrietige dag. Sandertje toch. Wat? Het is gewoon waar. Ja, dat weet ik. Ik vind het gewoon heerlijk om te luisteren naar je verhalen. Oh, je hebt wel fall damage in deze game. Ja, dus ja. Nou, dus het, dan ja, loop ik nu officieel 1 achter. Echt? Ja. You dead? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vind je het nou een leuke aflevering omdat ik nu voorsta? Doe dan een duimpje. Nee. Doe dan een duimpje. Sander, mag ik iets vragen overigens voordat we de aflevering stoppen? Nou. Heb je überhaupt 1 shine gehaald deze aflevering? Ja, de red coins. Oh ja, ja, ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ga zeker naar Sanders kanaal in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios. Amen. Thank you.